Hallo daar familie, hoe gaat het met je? How you been? Vandaag gaan we het hebben over baby hairs, a.k.a. edges. Als je naast mij bent en je hebt super lang geen baby hairs kunnen doen, huil niet. I got you. Ik kon het ook super lang niet. Toen ik mijn baby hairs deed met alle andere producten op de markt, dan was het misschien 5 minuten goed. Beetje goed. Ik heb gewoon een product gevonden die mijn haar houdt en het lang goed houdt, like de hele dag houdt. En ik wil het met jullie delen. Lego. Oké, dus eerst wat ik ga doen, ik ga mijn haar vastzetten, zodat ik echt naar mijn baby hairs kan kijken. Dus ik heb mijn hairline hier zo. En dan ga ik kijken welke baby hair situatie ziet er goed uit. Dit ga ik doen door gewoon een beetje te borstelen. Dus ik begin altijd hier zo bij mijn hoofd. Deze gebruik ik altijd om een baby hair te zijn. Gebruik ik een swoop zo. Wat ik dan ga doen, ik ga per swoop, dus dit gaat een swoop worden, dit gaat een swoop worden, hoogstwaarschijnlijk hier zo nog één, en hier één, hier één. Ja, ik ga dus per swoop, ik doe zoep, 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 maar ik zet het eerst met mijn vinger erop, echt like, je moet het smoeden, zodat het blijft liggen. En dan ga ik dus met mijn borsteltje, en mijn borsteltje is gewoon een tandenborstel die ik heb gekocht voor mijn haar, en dan ga ik het de vorm geven. Die ik wil dat het heeft. En dat doe ik gewoon één voor één. En dan doe ik het over mijn hele hoofd. Dus dat gaan we nu doen. Oké, dus deze ziet er weird uit. Maar wat ik dus doe, ik zet het zo. Ik hou mijn vinger en dan swoop ik. Mijn vinger en dan swoop ik het. Ik er overheen met mijn vinger. Wanneer ik het gevoel heb dat het er redelijk goed uitziet, dan neem ik dezelfde sjaal en ik zet het erop en ik bind het strak. Zoals je kunt zien is dit weer aan het krullen. Ik ga het nog een klein beetje van die gel geven en dan ga ik het binden. Ja, dus dit ga ik volgens mij een kwartiertje, 20 minuten zo laten. Als het kan langer, want dan weet ik zeker dat mijn haar zo blijft. Ik ben zo terug. Oké, ik ben terug. We gaan kijken naar het resultaat. Oké, dit is mijn resultaat. En ja, ik vind het gewoon super leuk. Als jij net als mij bent en je zocht echt een edge control die je haar wil vasthouden,
Dan kan ik deze van Aunt Jackie's kan ik echt aanraden. Hij is niet duur. Volgens mij kost het 6 of 7 euro bij de toko. Hij is niet duur. Hij houdt mijn haar de hele dag. Like, als ik dit nu doe, het is 's avonds. Dus ik ga het gewoon wegwassen zo meteen. Maar als ik het overdag doe in de ochtend, in de avond heb ik nog baby hairs. Enige is wel, soms als je een beetje te veel zet, kan je haar wit worden. Hier was een klein beetje wit. Je kan je haar niet 2 dagen achter elkaar met dit doen. Je moet wel een beetje warm water nemen en het wegwassen. En het dan weer de volgende dag doen. Maar voor de rest, het doet wat het moet doen. Ik draag niet elke dag baby hairs. Ik zou je ook niet aanraden elke dag baby hairs te dragen. Gewoon omdat je ook van je normale haarlijn moet kunnen houden. Dat is wat ik denk. Maar ja, dit is de look. Laat me vooral weten, welke edge controls gebruik jij? Doe je wel eens baby hairs? En ga je dit checken? Ik zie je in het volgende filmpje, welke ik hier zo ga zetten. Vond je het filmpje leuk? Geef het een duimpje omhoog. Deel dit filmpje met iemand die wil weten hoe ze baby hairs moeten doen. Ik zie je in het volgende filmpje. Doei doei!